Een abonnement op Microgids kost u 25 gulden tot 1 januari. Microgids is het kleine zwart-witte omroepblad van de KRO. Als u nu belt, krijgt u het elke week in uw bus met alle programma-informatie van een hele week tegelijk en een overzicht van de week daarna. Microgids tot 1 januari voor 25 gulden. Van de KRO, waarvan u dan meteen begunstiger bent. Bel nu maar even. 035 284 3x3. De moeite waard. Dat is de KRO. Dames en heren, goedenavond. In deze uitzending van Brandpunt vier onderwerpen. Eerst natuurlijk de sociale onrust in ons land, de stakingen. Dan Den Uyl. Minister Den Uyl deed vandaag mee aan een opmerkelijke actie. Een actie om te proberen de Partij van de Arbeid uit het verdomhoekje te halen. Ook even aandacht voor de staatsgreep in Suriname en het laatste nieuws daarover. En tenslotte de Sinaïwoestijn. Brandpunt filmde in het gebied dat Israël over een paar weken ontruimd moet hebben. Ja, vandaag werd op nog meer plaatsen bij nog meer bedrijven dan gisteren actie gevoerd voor het behoud van het volledige loon bij ziekte. Acties in alle soorten, prikacties en stakingen. En ook de wilde stakingen gingen door. In 14 steden wordt nu geen vuilnis meer opgehaald. Twee grafische bedrijven liggen volledig stil. En de FNV-bonden, de christelijke bonden, doen niet mee aan de stakingen. De FNV-bonden maken zich op voor een grote gezamenlijke actiedag morgen, overal in het land. Werkgevers waarschuwen dat deze stakingen banen gaan kosten. Ook de christelijke vakbond CNV waarschuwt daarvoor. De acties zijn tot nu toe een stakingsgolf geworden. De geest is uit de fles en wie krijgt hem er weer in? Den Uyl houdt voet bij stuk met zijn ziektewet. Het wetsontwerp is bijna klaar, zou vanmiddag naar de Tweede Kamer zijn gegaan, maar er wordt nog wat aan gesleuteld. Heel binnenkort zal de Kamer zich erover moeten uitspreken. Maar ook de stakers houden voet bij stuk. Willibord Vreken en Tom Verlind maakten de nu volgende filmimpressie over de stakingsgolf. De stakingen bij de gemeentelijke reinigingsdiensten vallen natuurlijk het meest op. Op dit moment doen 12 plaatsen mee aan de stakingen. Hier in Amsterdam, waar al vanaf dinsdag gestaakt wordt, zijn de gevolgen al duidelijk zichtbaar. Op de plaatsen waar normaal altijd de vuilnisboten liggen, stapelt het vuil zich nu op de kades op. Ook bij de marktplaatsen zijn de containers overvol. Wat vindt u ervan dat u het zelf al moet ruimen? Nou, voor een week is het niet erg. Maar het is niet leuk hoor. Heel dag gewerkt heb. Ik kan de rotzooi nog opruimen. Wat vindt u ervan dat u het zelf op moet ruimen, meneer? Hey, je ziet het even. Ja, wat vindt u ervan dat u het zelf op moet ruimen? Dat hoort toch zo? Ja? Je moet toch je woel een beetje schoonmaken, dat is toch verteld. Want anders wordt je plaats hier gedrukt, dat geeft al. Voor de stakers in Amsterdam was het gisteravond even spannend. Een gemeenteraadslid van de VVD vroeg de gemeente in een motie een kort geding aan te spannen tegen de stakers. Zij, de stakers, kwamen in grote getale naar de raadsvergadering. Ik constateer dan dat de actie prematuur is omdat definitieve besluiten in Den Haag moeten worden genomen en niet hier. En omdat ik moet constateren dat deze actie aan talloze burgers en bedrijven enorme overlast berokkent. Reeds nu is vast te stellen dat deze actie slecht is voor de volksgezondheid en voor het milieu. Gaat u maar op straat kijken. Daarom, voorzitter, moet ik u vragen wat u nou precies hebt gedaan en waarom u bepaalde dingen, zoals die in het particuliere bedrijfsleven wel zijn gebeurd, namelijk het voeren van korte gedingen, niet hebt gedaan. Daarna, na een langdurige discussie en een schorsing van de vergadering, besloot het raadslid Groothof zijn motie in te trekken. De staking in Amsterdam gaat dus door. Vanaf vanochtend werd er ook in Den Haag door de gemeentereinigingsdienst gestaakt.
Ook in Den Haag zijn de stakers vastbesloten door te gaan tot het bittere einde. We hebben de langste arm. Laat de moofstapel in die rotzooi. Gewoon kijken wie het langste arm heeft en wie de meeste rotzooi maakt. Ik zou je vertellen... Dan moet jouw geknapen maar inleveren. Ik zou je vertellen... Geen arbeider. Ik zou je vertellen... Als ik ziek word... Hoe lang leveren wij al? Hoe je ik wilt, maar ik maar... Zo, ik heb een huishouden. En ik heb al een hernia-operatie, loop met een pen in mijn donder. Als ik van arm word, hup, dan zit ik met mijn huishouden. Die arm moet dus in die boom hangen. Of in de containerbak. Maar waar leveren we niet lang genoeg al in? Dit is het gebouw van de CFO, de Christelijke Federatie van Overheidspersoneel, waar werkwilligen vanochtend bijeen waren om te vergaderen. De voorzitter van het CNV, Harm van der Meulen, toevallig aanwezig, sprak hen nog even bemoedigend toe. Dat de chaos in ons land zo groot gaat worden dat eigenlijk elke organisatie die zich nog enigermate verantwoordelijk voelt toch tot de overtuiging moet komen dat het zo niet kan. Ik hoop dat er in Nederland wijsheid genoeg is, nog wijze mannen die met elkaar eens gaan praten en zeggen, nou, de situatie waarin we nu vandaag aan de dag verkeren is rampzalig voor het Nederlandse volk. Er komt geen enkele werkloze aan het werk. Ik denk dat de zieke er ook niet mee gebaat is en eigenlijk wij zelf gaan maandag in de verbondsraad na of er vanuit... Ministerraad praat morgen ook weer over ziektegeld. Het was de bedoeling dat de kortingswet vandaag door de Kamer ingediend zou worden. Maar op het laatste moment gebeurde dat toch weer niet. Intussen gaan de acties rond het ziektegeld gewoon door. Na stakingsacties van reinigingspersoneel in drie grote steden eerder deze week hebben vanochtend ook een groot aantal collega's in andere plaatsen het werk neergelegd. Er wordt nu gestaakt bij de reinigingsdiensten van Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Leiden, Arnhem, Beverwijk, Zaanstad, Utrecht, Hilversum, Groningen, Winschoten, Bergen-op-Zoom, Oud-Bekelaar en Delden-Wolde. In totaal gaat het om zo'n 2500 vuilnismannen. De gemeente Amersfoort heeft een staking van de reinigingsdienst voorkomen via een kort geding. De rechter verbood daar een staking, maar in andere steden worden de acties doorgezet. Na Rotterdam, Amsterdam en Leiden wordt er vanaf vandaag ook in Groningen geen vuilnis meer opgehaald. Onder het motto niet ziek, toch plat, gooien de Groningse vuilnismannen vanochtend vroeg de poort van de garage op slot. En daarmee was de staking van de gemeentereiniging een feit. Van de 120 vuilnismannen in Groningen hebben zich vanochtend ruim 70 op het actiecentrum laten inschrijven als staker. 10 zijn er ziek, 5 met vakantie. De ontsteltenis over de bezuinigingsplannen op het ziektegeld is groot. Dat wij ervoor doorweer en wend moeten voor een klein beetje geld dan af. Dat is toch niet haalbaar. Als u een week ziek bent, wat scheelt u dat dan in de maand? Dat scheelt mij 300 gulden. Dus nou, in die 300 gulden ligt er ongeveer één keer van caravan. Dan kun je die caravan ook wel verkopen en daar moet je dan mee op vakantie. Dan kun je van een soort uitzitten lijkt me en dan kun je net zo goed in de WW kruipen en dan krijg je meer als je dat keer aan het werk bent. Wat doet u bij de rijden? Praat even. Morgen zullen de stakende Groningse vuilnismannen hun actie tijdelijk onderbreken. Na afloop van de wekelijkse vrijdagmarkt hier in het centrum van de stad zullen ze dan op demonstratieve wijze met bezems en stofferen blik het achtergebleven vuil de trappen van het stadhuis opvegen. In de grafische sector zijn nog stakingen aan de gang bij het Brabants Dagblad De Stem, bij het Bredaarse Dagblad De Stem en bij de Nederlandse Diepdrukindustrie. Naar bladen als Fabriek, Bellen, Story en Viva worden gedrukt. Als de staking doorgaat, verschijnen deze bladen volgende week niet op de maat. De grafische werkgevers hebben de bonden intussen uitgenodigd voor nieuw CAO-overleg. Morgen houdt FNV een landelijke actiedag tegen de voorgenomen korting op het ziektegeld. In het bedrijfsleven, bij de overheid en in het onderwijs zijn werkonderbrekingen gepland. Vanwege werkonderbrekingen bij de BTT zal de postverzorging vrijwel zeker vertraging krijgen. De benzineprijs kan 5 tot 6 cent omlaag. Dat bleek vandaag bij de publicatie van de jaarcijfers van Shell. Shell boekte vorig jaar wat minder winst bij een dalend gebruik van energie. Ook dit jaar zal, naar de verwachting van Shell, het energiegebruik lager zijn. Daardoor zullen ook de prijzen verder kunnen dalen. Erik Boshuizen hoorde van president-directeur Helfried van Shell Nederland wat de gevolgen zijn voor de benzineprijs. Als ik kijk naar de prijs van de vrije markt van benzine, dan zouden op dit moment de Nederlandse benzineprijs 1,5 cent omlaag zijn.
Dan vind ik eigenlijk eigenlijk ook de koppen dan die van olieproducten. Gaat die dan ook een laagje nog op? Ja, helaas voor de consument zijn de aardgasprijzen gekoppeld aan de stookolieprijzen. En dat is niet te verwachten dat die in dezelfde mate ook vandaag. Goed, keren we terug naar de benzine. Bent u eigenlijk geen voorstander van een vrije markt? Want nu is die markt heel sterk gebonden aan maximumprijs. Wat ons betreft zou het hele maximumprijssysteem niet nodig hoeven te zijn. Het is wel zo dat binnen de regels van dat systeem wij met pasjes van 2 cent omhoog en omlaag worden. Wel nu, als op dit moment het ministerie ons zal vragen om met meer dan 2 cent, zeg 4 of 5 cent, omlaag te gaan, dan zijn we er zeker toe bereid, mits we nog de zekerheid hebben dat we in de toekomst ook weer 4 of 5 cent omhoog mogen gaan en niet moeten wachten. Verwacht u binnenkort prijsstijgingen dan? Ik verwacht de eerste komende maanden geen prijsstijging, maar wij zijn een bedrijf dat werkt op jaren en niet maanden. Maandag is er op het ministerie van Economische Zaken overleg met de oliemaatschappijen over een verlaging van de benzineprijs. In een brief van de minister van Economische Zaken schrijft Consumentencontact dat de benzineprijs met 6 cent per liter omlaag kan. Dan de weersverwachting tot morgenavond. Veel bewolking en enige tijd regen. Minimumtemperatuur ongeveer 2 graden, middagtemperatuur omstreeks 6 graden. Tot hard toenemende wind draaien naar het zuidwesten. En dan de vooruitzichten voor zaterdag tot en met dinsdag. Veel bewolking en periode met regen. Minimumtemperatuur ongeveer 3 graden, middagtemperatuur rond de 8 graden. Einde van deze journaaluitzending, dames en heren. Goedenavond. Thank you.